zijn we zometeen getuigen van hun geboorte. De dinosaurus is tijdperk. Dan komt hij wel met de kop naar boven. Oh, get ready. Okay, let's go. Come on. Vandaag gaan we het beste kermis bezoeken in Best. En het is best gezellig in Best. Altijd wel leuk, kermis in de les, ja. En het is best wel goedkoop. Genoeg reclame gemaakt voor Best. Dus laten we even de kermis opgaan. We beginnen hier bij de booster, hè. We hebben nog niet echt muziek wat we afspelen. Het is, leuke arm uurtje hebben ze nou. Nou, hiernaast hebben we de snoepkraam, daarnaast nog een behendigheidsspel en daarnaast hebben we de Film Factory. Altijd een mooie leuke attractie, net nieuw, dit seizoen, dus ik ben er al een keertje in geweest. Dus laten we nu nog maar even een keertje instappen. Er is een kleine wachtrij voor. Dat is wel een mooie attractie. Ja, ik heb hem al in Rotterdam een keer gedaan, de Film Factory. Er zaten weer kleine aanpassingen. De grond is nou bij opgezet. Mooi in de ledverlichting. Daarbinnen waren een paar kleine aanpassingen. Helaas hadden ze geen muziek, maar ja, het zijn prikarme uurtjes, zeg maar, in Best. Dan mogen ze hier geen muziek krijgen. Ja, voor het rest is het een hele leuke attractie om te doen. Zoals ik de vorige keer al zei, het is een soort carnival festival, maar dan kleiner en op een kermis. Dus, als je ze tegenkomt, gaan we zeker een keertje in. Dus we zijn aangekomen bij de Orange de Wild. 60 meter hoog is hij, 40 meter. Dat weet ik niet precies, maar dat zijn ook eens leuke molen. Dan kan je best vanaf de lucht zien. Nu hebben we een VR-simulator. Kijk dan een klein schermpje voor je op je ogen. Een soort bril kijk op. En dan kijk je een van deze films te zien. Tot voor later. Ik heb er nou voor de 5 rollercoaster gekozen. En die zijn er wel hier. World of Living Dinosaurus is een attractie wat over dinosaurussen gaat. Ik heb hem één keer eerder tegen zien komen. Ja, toen had ik helaas geen tijd om erin te gaan. Maar nu heb ik die tijd. Nou, we gaan een beetje tijd reizen. We mogen dinosaurussen eieren. Dus, we even kijken wat dit precies. Ziet er wel heel mooi uit. Behandel de dinosaurussen met respect. Alleen aaien is toegestaan. Hier is camerabewaking. Wij waken over uw en onze eigendommen. Behandel de dinosaurussen met respect. We krijgen een beetje de geschiedenis van de dino te zien. Let op, hier is camerabewaking. Wij waken over u en onze eigendom. Lieve dinosaurus. Oh. Is een beetje wild. Hier de brontosaurus.
Let op. Allemaal namen. Wij waken over uw en ja. Ik had hem bijna mee naar huis genomen. Zo niet? Goeiedag, die kunnen groot worden. Ja, een mens is 1,8 meter. Ja, die kunnen ja, 25 meter. Weet je waarom ook die zo'n lange nek heeft? Kunnen ze jou goed zien? Nee, dus is een planten eten. Planten eten. En die wil blaadjes uit de boom kunnen eten. Ja. En zo heeft hij al die miljoenen jaren overleefd. En is zijn nek steeds langer geworden. Dat is steeds hoger in de boom. Oké. Okay. Dus, eten. Ja. Nou, weer wat geleerd. Ja, dat staat hier ook. Maar daar hebben we mini-dino's. Die mag er niet aan je. En nu kunnen we een beetje naar buiten toe kijken. Jongens, kun je wel voor een privé gebruik filmen? Oh, ja. Oké. Is het dan als je hem haait, dan gaat hij bewegen? Ja. Oké. Okay. Hij gaat hij bewegen. Maar ja, moet je natuurlijk wel even opzoeken waar je moet haaien. Ja. Ja. Ja, ik heb het fijn vind. Je hebt het vriendje zin in. Vraag. Of is het verkeerd? Ja, hier. Hier zo, ja. Wat grappig gedaan, hoor. Het schiller staat hier. Dat is niet mijn schoonmoeder, want ik ben nog vrij gezond. Dus, ja. Daarnaast staat het project. Excuus, Showtime. Van de wiel. Een hele mooie achterburner. En van de mooiste. Alle remmen los! Ja! In de Showtime moest net iemand overgeven, die was een beetje misselijk geworden. En we hebben net een rondje breakdancing gedaan. Ik heb altijd wel een leuke ritten weg. Dan gaan we even door naar de rest van de kermis. Er staat een supermout, er komt een coasterachtbaan. We hebben ook een draaimolen, een paar grote schaampjes,
30 meter, dat is het. Ja, we hebben de meeste sluitrol. Jumbo is hij hier. Daar staat Tommy. Wat vind je van de kermis? Ja, wat vind ik van de kermis? Nu zit ik met de camera op mij. Ja, het zou misschien niet goed bestaan. Oh nee, nee, is wel anders. Dat is wel een leuk apparaat. Oh, dat is dat ding van KMG. Ja, Fireball. Fireball. Nieuwste attractie van KMG. Ja. Van een ritje maken, hè? Fireball. Dan gaan we maar even een ritje mee maken. Op de rond in het bal. Let's go, baby. Come see.
Nou, de beste kermis en best zit erop voor ons. Het was een leuke kermis. Alleen ik vond de route een beetje raar lopen. Maar ja, op zich wel een leuke kermis. Niet al te duur. En ja. Mocht je een keer niks te doen hebben, kom gewoon een keertje naar kermis best toe. Het is een van de goedkoopste kermissen van Nederland en best wel gezellig. Ja, leuke woordschapjes, maar ik heb hem al best vaak gedaan, die woordschapjes. Dus ja, ik bedank jullie voor het kijken naar deze vlog. Doe even een duimpje omhoog en laat even een leuke comment achter in de reacties. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer dan even gratis en voor niks op mijn YouTube kanaal. Ja, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!